aantal momenten in het leven van Christus. Meteen alweer de dood van Christus. En de opstanding bij Matthias Grunewald is ook een juichend paneel in felle kleuren geschilderd. Opstanding en bijna al een gevoel van hemelvaart dat hij in één paneel lijkt te verbeelden. Het is een reisje Colmar, midden in de Elzas, meer dan waard. Naast de witte wijnproeverijen, die er natuurlijk ook zijn. Daar komt Marco Stens, chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. We zijn live op Radio 4, zoals elke week. Maar u kunt ook een kijkje nemen op radio4.nl voor de webcast vanmiddag. Luistert u naar de symfonie Matthias Grunewald van Paul Hindemith. Thank you.
De symfonie Matthijs Dirmaler. Naar het levensverhaal en het werk van Matthias Grunewald. Een schilder die begin 16e eeuw vocht voor vrijheid. Artistieke en politieke vrijheid. Een symfonie in drie delen van Paul Hindemith. Gecomponeerd in 1933-34. Tegen de verdrukking in. Tegen de stroom in. Muziek als een protest. Tegen een maatschappij die bevolkingsgroepen discrimineerde. Tegen een dictatoriaal regime dat mensen aan de kant zette. De vrijheid van kunst beperkte en zelfs kunst en cultuur onmogelijk maakte. Wat dat betreft heeft deze symfonie niets ingeboet aan actualiteit. Matthijs Dirmaler van Paul Hindemith. Markus Stens, chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. En dit mooie apparaat, het radiofiel, in Matthijs Dirmaler van Paul Hindemith. Het is zoals dirigent Bruno Walter begin 20e eeuw zei. Wat is het verschil tussen Napoleon en Beethoven? Napoleon is dood en Beethoven leeft. Die tijd van de jaren 30 is in die zin al lang voorbij. Maar Paul Hindemith leeft. Zijn muziek wordt gespeeld, wordt gevierd. En de zaal zit vol. NTR Zaterdagmatinee, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Radio4.nl, daar kunt u de webcast bekijken. En misschien is dat nu ook wel extra leuk, want Erik Bosgraaf, meester blokfluitist, komt zometeen op het podium om met het Radio Philharmonisch Orkest het nieuwe blokfluitconcerto van Willem Jets te gaan uitvoeren. Willem Jets mag zich sinds kort componist des Vaderlands noemen en heeft al heel veel soloconcerten op zijn naam staan. Ik geloof dat het allemaal begon met Glens, het vioolconcert dat hij begin jaren 90 schreef voor violist Peter Brunt. Daarna heeft hij heel veel soloconcerten geschreven. Klarinetconcert, een stuk voor twee altviolen, een trippelconcerto zelfs. Bandoneonconcerto schreef hij. Flugelhornconcert voor het Concertgebouworkest. Ga zo maar door. Nu dan een blokfluitconcert. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Want één blokfluitje tegen zo'n, u hoort het net, groot apparaat als het Radio Philharmonisch Orkest. Dat kan niet. Maar solist Erik Bosgraaf heeft componist Willem Jets over de streep getrokken. Willem Jets zegt, hij is een rasmuzikus die op magische wijze om de fysieke moeilijkheden van zijn instrument heen speelt. Noten worden in zijn handen tot iets onstoffelijks, tot pure muziek. Dus hij accepteerde de uitdaging en ging aan het werk. En herinneringen uit zijn eigen jeugd, natuurlijk verbonden met het blokfluit zoals voor velen van ons, de jeugd van Willem Jets, ja, daar is hij gaan zoeken. De kindertijd. En toen kwam een lied van Gustav Mahler's Kind in Totenlieden om de hoek kijken. Het kind, het sterven, maar ook de barokkerige jazztiek. Het past allemaal uitstekend. En het is uiteindelijk een van mijn dierbaarste en meest persoonlijke stukken geworden. Blokfluitist Erik Bosgraaf in het blokfluitconcert van Willem Jets. De wereldpremière. Het Radio Philharmonisch Orkest staat hem bij. Onder leiding van chef-dirigent Markus Stens.
Erik Bosgraaf, solist in het aan hem opgedragen en nu voor het eerst gespeelde blokfluitconcert van Willem Jets. En Willem Jets en Erik Bosgraaf geven elkaar een knuffel en dirigent Marco Stens volgt. Radio Philharmonisch Orkest en blokfluitist Erik Bosgraaf, zie je wel, het kan wel. Spaarzaam gebruik van het orkest als de blokfluitist speelt. Met prachtige exotische kleuren. De wijnglazen met natte hand bestreken. De gong. Allerlei combinaties van instrumenten. Van hoog tot laag. Die je niet zou verwachten. Hij is een meester van klank en kleur. Willem Jets. Componist des Vaderlands. En wat leuk dat we voor dit nationale educatie-instrument, de blokfluit, weer een nieuw concert hebben van eigen bodem. Hij heeft concerten geschreven voor niet-alledaagse instrumenten zoals de flugelhorn en bandoneon. Of een concert voor twee altviolen, kom je ook niet veel tegen, Willem Jets. En hier staat hij, arm in arm, hand in hand, Willem Jets. Met blokfluitist Erik Bosgraaf. En Marco Stens staat erbij en applaudisseert voor de twee. Het Radio Philharmonisch Orkest in de benen. En het publiek trouwens ook. En zo hebben we voor dit nationale instrument, de blokfluit, een nieuw concert. Zoals we dat een paar jaar geleden ook voor het eerst kregen voor dat andere nationale instrument, dat steeds minder nationaal aan het worden is, het harmonium, Martijn Padding. Wat leuk dat componisten dat doen en allerlei